Dus we gooien drijfafval in het water. Een soort van de takken als kleine schaalversie, modelversie van bomen. De kubussen zijn koelkasten of auto's of caravans, grote vierkante objecten. Dus die gooi ik hier in het water. En wat we dan doen is meten hoe de waterhoogte verandert. En dan kunnen we meten, zien dat het water aan deze kant van de brug hoger wordt, doordat daar allemaal afval voor de brug drijft, onder de brug misschien klem zit en het water blokkeert.